Allah onu ver. Er zijn dus pas 1 miljoen bereikt. Dus dat is niet echt zo. We zijn lekker veel meer aan het kijken. En het is nog 12 uur. Nou, 11 uur gaan. Wil je even kussen? Staat in de spiegelbeeld? Daar. Ja, kan je het lezen? Ja. Heel moeilijk. 11 uur gaan, dan zijn we in Singapore. Dan gaan we even Max Verstappen langzaam. Buddha to Buddha. Yeah. Because the Korean people say that is number one of the silversmith. Yeah. Also possible. You just tell me. But don't go with other people about temple and coffee and Jati Luwe. I pick up you after you decide. Zo dan, zijn we eindelijk bij het hotel aangekomen. Huh? Kom, bij me liggen. Kom. Eenmaal op het vliegveld waren we best wel snel buiten eigenlijk. Alleen toen moesten we wachten op de chauffeur. Alleen die was er eventjes niet. En we hebben een privéchauffeur geregeld die ons dan haalt, brengt, regelt, weet ik allemaal. Alleen hij was er dus niet. En wij raakten natuurlijk een beetje in paniek van hoe lossen we dit op. Ja, uiteindelijk contact met hem gehad. We hebben een, een simkaartje gehaald hier. Kost je 10 euro en dan hebben we 20 gig internet. We hebben een oude iPhone meegenomen. Daar zit die simkaart in. En dan kunnen we internetten. En dan kunnen we internet weer delen met onze eigen iPhones. Dus dat kunnen we een beetje appen. Dat was geregeld. Maar hij was er niet, dus wij hem bellen met dat Palische telefoonnummer en appen, weet ik dan, maar hij reageerde niet. Hij woont in een dorp 3 uur van het vliegveld vandaan. Dus gelukkig was hij zelf op het vliegveld, want hij was het gewoon vergeten. Dus auto ingestapt en naar het noorden gereden, wat ook dus 3 uur duurde. Toch hoor? Ja. En dat was echt alleen maar echt door de jungle helemaal zo. Het is niks te vergelijken met in Zuid-Frankrijk en dat soort kronkelweggetjes. Dit is echt keer 10.
Maar we zijn er. Bij het hotel was pikdonker, dus we dachten, er is niemand of zo, weet je wel. Nou, toen kwam iemand naar buiten lopen. Heel snel geholpen. Zover het eruit ziet, ziet het er super leuk uit. Alleen, niks kunnen zien, want wij gaan nu gewoon oogjes dicht doen. En dan gaan we morgen de vlog vervolgen. Zo, GoPro test 1. Toch? We hebben een GoPro. We hebben een mooi zwembad. Maar we hebben natuurlijk ook mooie maskers gekocht. En dan kunnen we de GoPro daarop monteren. Dus dat gaan we even testen. Zie je nu. Poppie. Is het mooi hier? Heel mooi. Ja. We hebben net geslapen, want we waren een beetje moe. En we worden wakker. Wat is het, 4:30 hier? Ja, denk ik wel. Dus toen dachten we, nou gaan we even weer bij het zwembad zitten. Maar we zitten nu op een hoog plateau. Met een heel mooi uitzicht. Ja, je ziet nog een klein stukje. Het was vanochtend dus hier. Ja, maar je ziet daar dus nog een klein stukje. Je ziet de zee. En die poten lagen net nog in het water. Vanochtend. Ja. Even midden hout. En nou is de zee alweer hier. Prachtig.